Romero, yes. tijd geleden bij jou. Uh, ja, ik had gehoopt dat hij er toch de nul zou houden overdag. Dat had ik zelf ook gehoopt inderdaad. Ja. ja, beetje jammer, uh, ja. jammer inderdaad. Ja, alles, uh, je, je speelde een sterke wedstrijd vond ik. Alles was klein vast en ik denk dat, uh, ja, de, je was even geblesseerd. Daar, wat, wat was er aan Ik kreeg ja, een beuk in mijn rug inderdaad. Uh. Ik hoorde later dat het Thomas, Thomas was, dat hij geduwd was uh, door hun... Dan ga je nog eens met mens. hem afrekenen. Nee, nee, nee. Hij had al last van genekt, dus uh, ja. doen we rustig aan met Thomas. Hé, hey, uh, Geemert. Uh, het was niet meer de tegenstander van destijds. Nee, inderdaad. Nou, ja, eerst toen werden we de tweede helft, eerst helft we helemaal helft. weggespeeld. Precies, eerste helft speelden we toen ook wel In echt goed. En de tweede helft gingen hun, uh, knalden hun er bovenop inderdaad. En toen wisten we even niet meer uh, hoe of wat. Maar. En dat was nu geen schim. Eigenlijk zag je dat niet terug inderdaad. We hebben het uh, voor de wedstrijd nog over gehad inderdaad. Van, let op, uh, als ze geleerd hebben van de vorige keer dan. Uh, dat weet niet wat ze moeten doen? doen tegen ons, maar ja. uh, dat kwam er eigenlijk niet uit inderdaad. Nee, de sporten speelden scherp vanaf de eerste minuut. Zeker. En het uh, scoren zat staat natuurlijk ook vrij snel uh, goed mee uh, op dit moment. Zeker. In tegenstelling tot vorige week maken we nu wel. Ik uh, denk de eerste beste kans maken we gelijk af. En uh, ja, daarna vallen ze, uh, blijven ze vallen. Dus dat is. Uh, Drie punten. Lekker. Wat gaat het worden? Ja, lastig. Van wedstrijd tot wedstrijd. Dat, dat sowieso, dat sowieso. Want uh, ja. Ja, je hebt uh, de afgelopen wedstrijden gezien. Het is uh, de ene keer. Uh, of zo na nou, een andere keer, net als vorige week, dan ja, spelen we goed, maar dan scoren we niet. En, ja. Ja. Dat soort wedstrijden, die puntjes moet je denk ik wel blijven pakken. Wil je echt, uh... ja. Nou heb ik vernomen dat je eindelijk uh, besloten hebt wat je wil gaan doen. Ja. Volgend jaar. Ja. Kan je ons wat vertellen wat je gaat doen? Ja, zeker. ik ga de club verlaten. Oké. Okay. Dat is... Uh, ja, eigenlijk... Nu zeker? Ja, wat nu ga je is... doen? Dat weet ik nog niet. Ik ben nog aan het rondkijken inderdaad. Uh, ik wil nog wel blijven voetballen. En de intentie is uh, ja, gewoon zo hoog mogelijk te blijven voetballen. Dus... Uh... Dus er is interesse en er zijn wat, uh, er zijn wat gesprekken. En, uh, ja, we wachten rustig. Dan wens je je veel succes. Dank je wel. En nog een goed weekend. Zullen we.